Door de groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar voedsel explosief. Dit vraagt om nieuwe inzichten en technieken en biedt dus uitdagingen voor ondernemers. Drie ondernemers uit onze gemeente bundelden daarom hun krachten in de innovatieve onderneming Light for Food. Zij voegden hun expertises uit de tuinbouw, champignonteelt en techniek samen. En hierdoor opereert Light for Food in een nichemarkt van de tuinbouw. Light for Food richt zich op duurzaam gesloten teeltsystemen voor de tuinbouwsector, ook wel city farming genoemd. Met hulp van onder andere LED-licht brengen zij verschillende groenten en fruit tot hoogwaardige groei. Ze hebben al veel aantoonbare successen geboekt in onder andere de komkommer, sla, spinazie en blauwe bessensector. Hun product zal wereldwijd dan ook leiden tot meer duurzame teelt en besparing van logistieke kosten. Light for Food werkt intensief samen met opleidings- en onderzoeksinstituten en heeft inmiddels een uitgebreid team van experts aan zich gebonden. Dat team bestaat uit telers, kwekers en licht- en waterdeskundigen, maar ook uit installateurs en software-engineers. Door hun werkwijze en de intensieve samenwerkingen kan Light for Food 365 dagen per jaar op een duurzame manier hoogwaardige tuinbouwgewassen produceren. De gekozen weg van Light for Food getuigt van lef en ondernemerschap. En daarom krijgen René van Haaf, Michel Lacroix en Peter Christiaans de Jo Jansenprijs 2015.